mooie pompoenrisotto met een stukje zweefrik, salie en truffel. Pompoen, een echte herfstvrucht. Heerlijk zoet, een beetje nootachtig van smaak. Een fantastische combinatie met risotto en met name met truffel. De pompoenpuree. We hakken de pompoen grof fijn. Stoven hem kort aan in de pan. Blussen hem daarna af met kippenbouillon en tijm en pureren hem. Zweefrik is een klier bij het kalf aan het hart zit. Heerlijke delicatessen, zacht vlees. Gaan we even kort paneren, à l'anglaise, daarna aanbakken en maken we hem af in de oven. Eerst eventjes in de bloem, kort in het ei en in de panko's. Japans broodkruim wordt heel mooi krokant tijdens het bakken. We bakken de zweefrik even kort aan in wat hete olie en hete boter. Daarna schuiven we hem even in de oven, 200 graden, 5 minuutjes. De roomboter zorgt voor een extra mooie bruine kleur op de zweefrik. Kort aanbakken, mooi krokant en het garen gebeurt in de oven. Salie, mooi kruid, wordt traditioneel veel met vis gebruikt. Ook een heel mooie combinatie is, samen met de truffel en de pompoen in de risotto. We bakken hem eventjes kort aan, in dezelfde pan als de zweefrik, om mooie krokante blaadjes te krijgen. De pompoen is helemaal tot puree gekookt. Die gaan we nu eventjes extra fijn pureren en daarna afzeven, zodat we hem kunnen gebruiken voor de risotto. Een gesnipperd uitje, wat knoflook en de rijst even aanpakken. Afmaken met bouillon en de mooie pompoenpuree die we net gemaakt hebben. Dit is cannelloni rijst, de beste rijst onder de risotto's. Het is heel belangrijk om de risotto heel even aan te bakken, zodat hij meer bouillon opneemt en dus meer smaak krijgt. Afblussen met kippenbouillon. Risotto koken is erg belangrijk dat je je tijd neemt. Een half uur kooktijd heeft hij zeker nodig. Blijf ondertussen rustig roeren en voeg af en toe wat extra bouillon toe, zodat hij goed nat blijft. Voeg nu de pompoenpuree toe voor een mooie kleur, mooie smaak. Goed, risotto is nu helemaal gaar, maar we gaan hem even afmaken voor wat extra smaak met wat roomboter en wat parmezaanse kaas. En uiteindelijk hebben we nog een lekker truffeltje om eroverheen te raspen voor een fantastisch mooie smaak.